Dat is een lekker bedje. Dan kun je fors liggen trappelen. Volgens de juffrouw van het hotel is dit de bruidssuite en de enige kamer met uitzicht over het achterland van Meursault. Ik ben nu even met een selfie stick, dus ik ga jullie proberen dat te laten zien. Ik ben hier niet al te handig in, dus neem het me niet kwalijk. Niet gek, hè? Kijk eens. Klokgelui. Voici le printemps, la douceur du temps nous fait des avances. Partez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances. Vous verrez agiles sur l'onde tranquille les barques dociles aux bras des enfants. Gaan we dan voor het moeilijkste gedeelte. Te zien. Het zijn ruim 1000 jaar oude kelders. Ja. En je ziet van alles behalve mij. Nou, het verhaal van de kelder hebben we gehad. Dus nu gaan we volgens mij beginnen aan de wijnproeverij. Le petit vin de long, qu'on boit sous les tonnelles. Quand les filles sont belles du côté de nos gens, et puis de temps en temps un air de vieille romance semble donner la cadence. Sur la route de la Grande Vadrouille. De komische oorlogsfilm La Grande Vadrouille verscheen in 1966 en werd een enorm succes dankzij de legendarische acteurs Bourvil en natuurlijk Louis de Funès. Vous ne croyez tout de même pas que je vais vous trimballer sur mon dos? Allons, ne perdons pas de temps, bavard. Hoewel maar een klein deel van de film in Meursault werd opgenomen, zijn twee locaties ruim 50 jaar na dato nog altijd duidelijk te herkennen. De eerste is het stadhuis, dat in de film dienst doet als hoofdkwartier van de Duitse bezetters. De tweede locatie is een bruggetje waarover de geallieerden dankzij de hulp van een non het dorp weten te ontvluchten. Passage charmant, la taille souvent prend de l'avantage. Zodra we Semur en Auxois binnenrijden, zien we al dat het een prachtige middeleeuwse stad is, met robuuste torens en statige panden, zoals ons hotel Fontaignot. Je moet je voorstellen, 100 jaar heeft het leeg gestaan. Dat betekent dat het tijdens de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, dat heeft zich allemaal hier buiten dit pand afgespeeld. Terwijl het hier binnen
donker was en vochtig, met spinnenwebben en zo. En moet je eens kijken hoe mooi het nu geworden is. Ik loop even, maak even een rondje, want ik word steeds handiger met die selfie stick. Kijk, fraaie kroonluchten. En als we die kant op lopen, dan zul je zien dat we precies uitzicht hebben op de kerk. Ik hoop dat het een beetje te zien is zo. Kijk, dit is de kerk. In het centrum van de stad vinden we gezellige smalle straten, vrolijke pleinen en maken we kennis met de plaatselijke bewoners. Wat zou ze muur aan Auxois zijn zonder de kleurrijke postbode Eveline? Les gens qui te prennent, ils disent pas, ils disent pas un mot.